Rob Campus, een bekende televisiepresentator en cabaretier, heeft een angstaanjagend avontuur beleefd aan het einde van zijn vakantie. Hij zat namelijk vast op het vliegveld van Guayaquil in Ecuador, waar de regering de noodtoestand had afgekondigd. De aanleiding was de ontsnapping van Fito, een gevreesde drugscrimineel die de leider was van een machtige drugsbende. Door de ontsnapping brak er een golf van chaos en geweld uit in het hele land. Politieagenten werden gegijzeld en aangevallen op verschillende locaties. Campus, die net terugkwam van een vakantie op de Galapagoseilanden, deed een dringend beroep op de KLM om hem te evacueren. Hij deelde zijn ervaringen op Instagram en liet weten dat hij erg bang was. Gelukkig kwam de KLM hem te hulp en kon hij veilig naar huis vliegen.